Dag review vriendjes, hoe is ie daar? Hier is ie een beetje, come on, ça va. Woehoe, haha, kom zie, kom zie, kom zie, kom sa. En je ouwe moer. En hoe is joe? Wat zit er onder het doosje? Wat heeft Achmatje opgestuurd? Laten we eens nog even kijken. Ach, leuk. Oreo koekjes of Oreo koekjes. Koekjes. Iedereen kent het Oreo koekje. Twee zwarte kantjes van buiten. En dan witte paproom ertussen. Hartstikke leuk. En toen dacht ik, oh, meneer Oreo, we kunnen ook andere smaakjes ontwikkelen. Want dat is misschien wel leuk voor de verkoop. Hier hebben we dan de blonde Oreo. Dus dan hebben ze dus niet van het zwarte koek, maar een gewone koek. Wat zit er eigenlijk in het zwarte koek? Nou ja, kan mij toch bommen, wat zit erin? We hebben dus de blonde Oreo, de zonder zwarte koek. Godverdikke, we hebben weer cheesecake. Cheesecake alarm. We hebben Oreo strawberry cheesecake, dus aardbei cheesecake prut tussen. Oreo brownie, met bruine prut tussen. Wat leuk, hè? We beginnen met de gewone Oreo. Zwart van buiten, wit van binnen. Happy, 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 happy. Deze kunnen we wel. Ik vind aan zich Oreo een prima koekje. Ik ben niet zo koekerig. Maar deze is best lekker. Eigenlijk is het spul wat ertussen zit het lekkerste. Beetje die. Ja, het is een beetje vanille nat of zo. Alleen die zwarte biscuitjes hadden ze het niet gemaakt hoor. Nou ja, de Oreo. Kennen we. Maar wat gebeurt er dan met de blanke Oreo? Want hier zitten opeens gewoon normale cookies met die witte butter tussen. Even een normaal koekje proeven. Ja, dat is gewoon een normaal biscuitje. Is gewoon minder, hè? Dat zwarte koekje doet dus echt serieus wel wat, want het gewone koekje Oreo met dat spul is gewoon minder lekker. Geef het even toe. Ik word wel misselijk naar mijn tweede koekje. Dus ik eet deze even niet op. Dan hebben we natuurlijk de cheesecake Oreo, want tegenwoordig is alles ook in cheesecake smaak. En dat heeft de hoogte- en dieptepunt al gekend bij Jans Reviews. Even kijken. Laatste cheesecake, wat was het daar? Was een toetje cheesecake. Het smaakt niet eens een cheesecake. Was verschrikkelijk. Kijk, hier heb je dus de Oreo cookie. Ook gewoon de donkere. En daar zit dan roze vulling in. Hartstikke leuk. Aardbeien cheesecake. Hoe smaakt het, Jan? Gaan we proeven. Het smaakt. Verschrikkelijk. Misselijkmakend verschrikkelijk. Dat oranje spul heeft de smaak van aardbeien, chemische aardbeien. Heeft voor de rest niks met cheesecake te maken. Deze smaak is gewoon vies. Aardbeien, cheesecake, Oreo. Niet te bunkeren. Drie koekjes. Ik eet normaal denk ik drie koekjes per jaar. Ik heb net drie koekjes in drie minuten gegeten. Het kotsen staat me nader dan het lachen. En dan moet ik verdikken nog de meest heftige, de chocolade Oreo opeten. Laten we dat die ook maar even proberen. Oreo cookie. En bruine vulling. Ja? Nou, plakken we weer op elkaar. Happy happy. Ondanks dat ik misselijk ben. En ondanks dat dit mijn vierde cookie is. En ondanks dat er chocolade shit tussen zit, liever gezegd, choco brownie noemen ze het dan. Het is gewoon chocolade pulp, ze verzinnen wat. Die aardbeienpulp is dan opeens cheesecake en dit is dan opeens brownie. Maar ondanks dat is de choco Oreo eigenlijk best wel lekker. Prima van smaak. Ga ik ook niet opeten. Nou, dat waren dus vier verschillende smaken Oreo's. De gewone Oreo, de blanke Oreo, de aardbei cheesecake Oreo. God, die ruikt hier al. En de choco Oreo. Kotsmisselijk. Maar ik heb wel de ene kant van genoten. Aan de andere kant veel van opgestoken. Ja, mijn gelul.
Tijd voor de cijfertjes. Bovenaan blijft de gewone Oreo. Nu begin ik niet weer te zeuren dat ik niet van speciale smaakjes hou met bier en met frisdrank. Dat is niet helemaal waar, want zo langzamerhand leer ik ook dat sommige speciale smaakjes lekker zijn. Maar ik vind de gewone Oreo gewoon het meest smaakvolle. Die zwarte koekjes zijn lekker en dat witte prutje van vanille is ook lekker. Die ik daarna lekker vind is de chocolade, daarna de blanke en die strawberry cheesecake is niet te bunkeren. De gewone die krijgt gewoon van mij een 8. Dat is gewoon topspul, ja? Een 8. Ja? De chocolade is hartstikke leuk gedaan. Ik krijg van mij een 7. De gewone, gewoon blank cookie, maar dan wel met dat spul ertussen, is wel een stukje minder. Ik krijg een 5. Weet je waarom? Omdat je niet het Oreo effect hebt. Het doet gewoon niks. Je komt niet in de buurt van Oreo. Ja, zo is het gewoon. Ja. De Oreo aardbei cheesecake is niet te vreten. Stinkt als de pest. Chemisch als de neten. Ik krijg van mij een 3. Niet kopen. Voor niemand niet. Nou ja, als je iemand ongelooflijke, je weet wat vindt, een ongelooflijke bok en bok hekel aan iemand heeft, koop dan deze. Een heerlijke cookie voor je. Niet wel weglopen, want stinkt als de neten. Oh, ik ga eventjes op de bank liggen. Ik ben nog nooit zo misselijk geweest.